Yo kijkers van Online Kims en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummer 5. Goed jongens, welkom weer terug. Gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar de T van Trevor. Ik hoef niet mijn dingen aan te zetten. Goed. Mooi prachtig wieltje. Achteraan, waarom niet? We zijn er toch zo. We gaan binnenkort een overval plaatsen. Yves moest zijn voor Paletisco. Oh, we hebben nu in HS. Maar die doen we wel morgen. Want we gaan wel naar de T vandaag. Goed, we hebben een T hier voor Trevor. Heeft gewoon een eigen missie. Dus. Ik moet toch ook eerst even gaan slapen, of niet? Nee, laat maar zitten. We gaan gewoon. Kijk, zie je, het wordt nu weer licht, dus dat is weer fijn. Ah, deze missie is in het donker. Hey, Jimmy, ja, zo. Godverdomme, ga je dan nou weer drinken? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Oh, hij gaat naar zijn naar zijn familie bellen. What the fuck is wrong with you? Traf, je gaat toch geen benzine drinken? Oeh, dat is die vrouw die Traf heeft gegijzeld. Oh man, it's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Wow. Sorry, Mrs. M. Kijk wat zij gewoon doet. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low carb. Fuck you. So where'd you two go when you went out, you and your boy? Waarom niet, Why do you care? I don't care. Ik toch niet veel wat te doen. Well, I was out putting some people in their place. Ah. You know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit, the picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? But I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears. Franklin, die zit gewoon nou thuis, hoor. He has no problem. Die voelt zich ook kapot. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. Okay. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? Might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. Oh, we mogen het niet laat maken. Oké. We bellen. We gaan eerst even kijken hoe lang dat. Oh ja. Staat allemaal prima. Go to Franklin's location. Waar is die? Is hij helemaal hier? Ja, weet je hoe fucking ver dat is? En dat moet ik zien te doen. Oh.
En één keer switchen we naar Franklin. Ja, daar is Franklin. Hoi. Damn, these redneck fools know we own them now. Jeez, de Unlair Brothers. Ik ken die gasten ergens van. De Unlair Brothers. Hey man, me and Chop on these bumps. We're coming up to WA. Oké, bet treffen aan dat we onderweg zijn en dat we hem volgen. One of them anti-tank rockers into your best Pucci condo. Well, one of your roomies told him that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company gaan de helikopter inzetten. Frank, you still there? Yeah. Ja, gas, rot nou eens even op. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey dog, can you like... Ik moet hier dan niet vanaf klikken, anders is het game over. We're 5 minutes out from the chopper. Aye. Oh shit. No! Oh, dat ging mijn mazzel. Uitkijken! Shit, shit, shit! Get to the car. Ja. Oh, we hebben Chop bij ons. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. Zijn these motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? No, they gone. They ran into the fucking woods, man. Ja, die auto, ik zal dat niet. Oké, we gaan terug naar Trevor. Die onderweg is naar zijn vlieg. Don't worry. Goed doet je ergens. Incoming. Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me and they know we're back in the sandy shore, so. Dus we zitten een beetje in de problemen nu. Here she is, the Biz Ellie. Remember, she ain't mine, she's the company. Aan wie moet er vliegen? Ik natuurlijk, zoals altijd. Look. Go to the forest. Is dat ver? Dus iemand, is dat daar? Okay, let's go. Multinational stuff. I was this close, and they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow, what's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. Such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember that chopper. We used this to break into the IAA. Oh, daar moet je zijn. You stole it from the FIB? Not so. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office, can you please use it to scan the forest for the O'Neills? Oh, I'm your hitman now. I'm not gonna force you, Michael. You don't wanna help? You can get out right now. A beetje naar die kant. Ah, okay. We zien Franklin. Daar is ze. That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. Any of them punks waiting around in the shallows? I got a guy.
Dit is de eerste man. Die hebben we uitgeschakeld. Die leeft. Het zijn gewoon dieren. Was het tweede? Scan right, I think I see someone. Not this time, Pondo. Would you aim a little left? I think I see someone. Dat is een dier. Dat is ook een dier. Ja, ik ben bezig. Move your aim to the left a bit. I think there's someone there. Dat is een dier, dat weet ik. Dat is een dier. Staan er weer een hand. Oh, oh. Damn it! We zijn waar is dat? Paluchop. Ik zal mijn wapen er maar bij pakken. Weet hoe dat gaat? Weer een aanslag. En nu weet hij waar die is. Was Chop nou daar? Ja, daar. Ik hoop niet dat Chop afgemaakt is. Die heeft een... Ik moet er qua... Oké, okay, switch naar Trevor. Moet ik in het bos landen? Oké. Oopsie. Chop, die gaat dus ook mee. Nou, klem erin. Goed zo. Go to the airfield. Oké. You know the airfield's mine, don't you? Oh yeah, you can afford a runway, but you can't afford to move out of that corrugated metal death shack. So how you guys doing? Well, we're alive. Hey, good work down there. I'm the one who says thank you. He was helping me. Thank you, Franklin.
crack it up. Heb je er een misgedaan met z'n drieën? Dat is toch ook wel een stof. Nou, heb je wat O'Neill Brothers doodgemaakt? Oké, hartstikke mooi. En gewoon omlaag. Nou, dat was niet zo slim van mij. Kom maar, naar voren. En landen. Mooi. Helping a friend in need. Come on, Chaco. Come on. Oh, yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Get in. See you back in Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Okay. Sla maar op. Mission Pass, Predator. Koning uit HS, ja, dat weet ik ook wel. Maar ik ben nu in één keer in mijn vliegveld. En daar staat eindelijk gelukkig mijn auto. Oké. Okay. Ik hoef niet naar mijn vliegveld. Wat gaan we de volgende keer doen? Ik denk dat we de volgende keer naar ja, ik denk dat we sowieso morgen maar eens naar deze HS gaan. Ik denk wel dat we woensdag naar de HS gaan, dan kunnen we vrijdag de overval plegen. Is dat mooi? Ik denk van wel. Goed jongens, ik ga het hier laten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!